Op 14 april 2019 stak een man in het gedeelde appartement in de wijk Neustad in Bremen zijn vrouw met een mes in de hals. Ze is ernstig gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht, ondergaat een spoedoperatie en overleeft het. De man wil haar bezoeken en wordt gearresteerd. Er is niets anders bekend, zelfs niet de namen en de nationaliteit van de betrokkenen. Dit hoeft geen poging tot eervraag te zijn. 1. Mes in de hals zou dit echter kunnen aangeven. Men zou voorzichtig kunnen aannemen: als de dader Duitser was, zou de nationaliteit zijn onthuld. Maar alles is mogelijk. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerfraak. Abonneer je op ons kanaal, onderzoek Eervraak.